Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan gewoon weer wat van die kleine dingetjes doen. Gewoon een beetje collecten en dan gaan we binnenkort weer verder met wat... Oei, ik heb een sjaal om. Waarom heb ik eigenlijk een sjaal om? In ieder geval gaan we binnenkort gewoon lekker verder met het doen van quests en zo. Oeh, hij heeft interessante dingen. Nou, ik ben niet per se in de markt om dingen te kopen, maar wel om te verkopen. Zoals deze. Alles wat te slecht is, dat doen we allemaal lekker weg. Oh. Die is even goed. En kijk, die legendaries die krijg ik tenminste een hoop geld voor. Kijk, dat was weer de moeite waard. Een beetje verkopen. Eens even kijken. Sowieso heel even naar gear. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Zo. We hadden een nieuwe handle gekregen. Ja. Dan gaan we naar de map. Op de kaart, op de kaart. Moet je nodig ergens zijn. Dit zijn sowieso wel twee interessante dingen om te doen. En uiteindelijk wil ik daar naartoe. Laten we eerst dit campje doen. Dat is zeer in de buurt, dus. Ik vlieg over het camp heen. Dat is misschien niet heel handig. Auw. Nee, die wil ik helemaal... Die wil ik ook helemaal niet raken. Incendio. You've been paying attention. You won't get away with that. Oh joh, deze zijn echt een stuk moeilijker dan die ik in de vorige aflevering deed. Wat de fuck? Oké, die vloog helemaal het beeld uit. Revelio. Oeh. Nice, oké. Wel wat wing en welts moeten gebruiken hiervoor, maar dat is niet erg. Het was een wat interessanter gevecht dan de afgelopen gevechten. Laten we die ook heel even doen. Daar is Roos. Hé, hey, je legt een bal. Oeh. Ah. Incendio. Incendio. Accio. Leverito. Cumbringo. 8 legs is simply too many. Revelio. Okay. Daar moet de bal in die we net zagen. Alleen dan moeten we dus, dan moet hier in de buurt een Merlin Trial zijn. Waar ben ik? Hier. Maar er is geen Merlin Trial gevonden hier. Zie je dat? Dat is heel vaag. Nou, het zal wel. Zit hier een treasure vault? Laten we maar even naar de treasure vault gaan. Als die hier toch zit. Om het hoekje. Bijzonder van deze. Of is die al gedaan? Nee, dat denk ik niet. Oh, hier is de Merlin Trial. Die staat helemaal niet op de kaart. What the fuck? I know a Merlin Trial when I see one. Moest even die cave in. I should investigate. Oké, grappig. Nou, daar moet hij inkomen. Die bal die zagen we hier al ergens liggen. Hier. Om precies te zijn. Kom op, je kan het. Yay. We zouden hier ook beesten moeten zitten die we zouden moeten kunnen vangen, maar ik weet alleen even niet welke beest. Ik zie wel veel ballonnen natuurlijk. En die boom dan misschien? Ik weet niet, wat staat er, wat voor beest zou er moeten zijn? Een mooncalf. Ah ja, die zijn er alleen bij volle maan volgens mij of zo. Zoiets was het. In ieder geval, laten we naar het vlammetje gaan, want dat vlammetje hebben we nog niet. Wacht, ik pak eerst wel even die... Die ballonnen, die zie ik nou toch. Kan ik net zo goed even pakken. Hier hebben we nog zo een. Die stonden gewoon niet op de map. Dat vind ik wel heel raar. Revelio. Oh, hier heb je zo'n plateau. Oh, dat wou ik niet. Oh. Serieus. Nou, dat ook weer. Het filmpje kennen we nu inmiddels wel, hè? Hier hadden we nog zo'n landingsplatform als het goed is. Ja. Gaan we daar ook maar weer op staan. An astronomy table should prove useful once the sun's down. Ah. Zo moet die. De horologium. Ja, ja. Oké. Hier zitten nog wel meer van dat soort gare dingen. Maar we kunnen ook kijken of we naar dit vuurtje hier kunnen komen. Vliegen we wel vanuit die kant. Gaan we dat heel even unlocken. Hebben alleen maar weer makkelijke mogelijkheden om daar naartoe te kunnen teleporten. Dus dat lijkt me alleen maar een goed idee. Oeh, die vind ik wel interessant. Oh, die gaat niet goed. Oké. Daar ga ik me heel even niet aan branden. Nice. Oeh, hier is ook weer genoeg te beleven zo te zien. In dit kleine stukje al. Oh fuck, verkeerde knop. Oeh, hier zijn een hele hoop enemies. Oh, it's a pleasant surprise. Oh, fuck. Waar zijn ze? Daar is er een. You've one less follower, Randrock. Okay. Revelio. Deze was niet super moeilijk. Daar hou ik wel van. Ah, en dit is een makkelijke, dat is fijn. Ah, ik heb alleen niet genoeg mellow sweets. Ah. Oh, toch wel? Toch wel genoeg mellow sweets? Nou, blijkbaar. Oh. Oh, is er nog? Hè? Oh, het moet in één keer. Aha. De mellow sweets zullen nu in ieder geval op zijn. Dus die moeten we weer even gaan ophalen bij onze grote vriend Deek in de Room of Requirement. Ik wil sowieso die telescoop wel even doen en dan pak ik meteen de ballonnen erbij. La certa. Betekent volgens mij ook dat er een platform moet zijn als we dit doen. Oh fuck, nee. Meestal is er dan ook een platform, maar er is deze keer geen platform. Oké, dat is niet erg. Ja, maar we hebben de astronomy table al gebruikt. Ik denk dat we gewoon maar eens naar de Room of Requirement moeten. Dus er zijn hier nog genoeg dingen te doen in ieder geval. Overal trouwens, maar... Ik denk dat we de volgende aflevering gewoon weer eens wat quests gaan doen. Ook al ziet dit er ook wel tempting uit om hier nog eens langs te gaan. Maar wie weet doen we dat wel een andere keer. Ik ga er nog even over nadenken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe nou, zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.